Als ik kijk naar de ontwikkelingen op het HR-gebied, dan zie ik eigenlijk twee ontwikkelingen. Enerzijds is het speelveld waarop HR moet functioneren vanuit wet en regelgeving bijvoorbeeld. En alles wat er buiten de organisatie verandert. Er gebeurt heel veel. Neem de participatiewet, de wet flex en zekerheid, om gewoon even als voorbeeld te noemen. En daarnaast merk je dat er gewoon vanuit de organisatie zelf meer druk op de HR-functie komt. Ze moeten zich wagen maken. Laat nou eens even zien van alle activiteiten die jullie ondernemen. Wat is nu de toegevoegde waarde voor de organisatie? Leerschot is een breed georiënteerd organisatieadviesbureau. Er worden organisaties ondersteund op tal van terreinen, onder andere op het gebied van HR. En dan eigenlijk op alle elementen die er kunnen spelen, vanaf strategie tot heel concreet in de uitvoering. Vanuit mijn functie ondersteun ik bedrijven bij het opstellen van een HR-strategie. En het vertalen daarvan in HR-beleid en instrumenten. Als we organisaties ondersteunen bij het opstellen van een HR-strategie, dan doen we dat vaak in vier stappen. Eerst brengen we het organisatieprofiel in kaart, dus waar sta je in 2017? Vervolgens, waar richt HR zich dan op? Dus wat zijn de dominante HR-thema's? Dat werken we uit in HR-werkterreinen, dus waar gaan we concreet mee aan de slag? En als laatste maken we in de vierde stap de vertaalslag naar de HR-inrichting van een afdeling. Wat bedrijven het oplevert om met de HR-strategie aan de slag te gaan, is enerzijds dat ze in staat zijn om een verbinding te leggen tussen waar HR zich op focust en de organisatiestrategie. En anderzijds dat ze in staat zijn om een hele concrete vertaalslag te maken naar hun instrumenten. Ik denk dat de HR-vertegenwoordiger in een bedrijf ook zal moeten zorgen van, hey, ik wil graag businesspartner zijn. Dat betekent dat ik ook inderdaad moet verdiepen in het reilen en zeilen van de organisatie. En dat ik zelf ook al proactief mee kan denken over zaken die relevant zijn om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.